Beste Poep, beste oude Poep moet ik zeggen, beste collega oude Poep, 45 jaar geleden was je al een oude Poep, maar nu ben je echt een hele oude Poep. Ik herinner me nog de vakantie van drie oude Poepen, naar Renesse met de kever, daarna in één toer door naar Terschelling en toen was het FC Witpet weekend naar Terschelling geboren. Poep, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Oude Poep moet ik zeggen. Proost. Met je 65e verjaardag. Maak er mooi 2021 van. Groetjes Blondie. Hey Poef, eindelijk 65 jaar. Het zal wel een sober verjaardagje worden voor jou. Maar de kachel, als die brandt, gaat het alleen maar goed. Televisie hoort er natuurlijk bij. En lekker met je gezinnetje. Hey, maak er een leuke dag van. Succes! Hey Poep, wie had dat kunnen denken, 65, wie had niet ooit kunnen denken dat jij nog 65 zou worden, na die fietsongelukken, auto-ongelukken, de bus in puin gereden, alcoholvergiftigingen, koppijn, het is ongelooflijk, maar je hebt het gered, ik heb het even opgezocht, maar je hoort nu echt tot de bejaarden. Het heeft wel een voordeel, je krijgt een korting bij de trein, bij de Efteling, bij de pretparken. Ik hoop dat je een fantastische tijd nog tegemoet gaat. Lekker wandelen met de hond en genieten van je oude dag. Poep, wij volgen je. Tot kijk, doei! Poep, 65 alweer. De trein gaat veel te snel, jongen. Hey, proficiat. Maak er een hartstikke mooie dag van. Met Daisy en met de kids. Hier een groet van achter het stuur. Omdat we bijzondere herinneringen overhouden aan jouw racekwaliteiten. Met name in de periode van de Witpetbus. En bedenk, corona heeft ook één voordeel. Er wordt niet meer gevoetbald. En dat betekent dat je nog langer topscorer alle tijden blijft van Kwik 20. Veel plezier vandaag, Poep. En tot binnenkort. Hoi, Poep. Hier is die Groenrok van FC Witpet. Ik wil je van harte feliciteren met je verjaardag, 65 jaar. En ik wens je een hele fijne dag en een heel veel jaren. En hopelijk kunnen we binnenkort keer een biertje pakken na de coronatijd. Vriendelijke groet. Veel plezier. Ja jongen, het zijn rare tijden, hè? Maar je dacht al heus niet dat wij jouw verjaardag zouden vergeten. Kom op, hey, 65 jaar, een mijlpaal, pensionado kerel. En ja, er hoort natuurlijk ook wel een cadeautje bij en we hebben iets op gedaan. Je weet, we willen jou heel graag bij onze golfclub hebben en kijk maar, we hopen jou binnenkort op de golfbaan te zien.
A64 jaar, dat ben je op de disseklot aan alle leuk. Had hij altijd de broertje. Dan wordt het hoog tijd dat jij binnenkort eens op de golfbaan komt. Of anders hier aan de Juralaan. Want hier kun je ook prima een balletje slaan. Op dit mooie grasveld. Maak er een mooie dag van morgen en tot gauw op de golfbaan. Hey, gefeliciteerd alvast. Hey, die poep. Gefeliciteerd jongen met je 65 jaar. Een felicitatiegroet vanuit het druilerige Limburg waar we momenteel zitten. Ja, poep. Ja, eigenlijk zijn we ook een beetje lotgenoten, hè. Ja, waarom dan? Nou ja, kijk, we zijn beide natuurlijk al met pensioen, hè. De eerste twee van het hele stel. Geweldig. Maar we zijn ook lotgenoten vanwege het feit dat we allebei op een ongelukkig moment jarig zijn. Waar we toch in de loop der jaren al een beetje last van hadden. Nou, in jouw geval is het natuurlijk nu helemaal een beetje sneu. Omdat we nog in de corona zitten. En dan heb je ook deze mooie leeftijd bereikt. Waar menig één jaloers op is. Hè. Iedereen zit tegenaan te hikken van, oeh, 65, 65. En we moeten allemaal nog een paar jaar gaan. Maar jij bent het al. Dus profiteer ervan en geniet ervan. Hey poep, nog een keer ook namens Henny natuurlijk van harte, jongen. En laten we binnenkort hopelijk weer in goede en gezonde tijden weer een goede borrel drinken samen. En wij wensen jou heel veel plezier met de kinderen en het kleinkind natuurlijk. Geniet daarvan, jongen. En tot snel, hè. Veel plezier. Hey poep, goedendag kerel. Je bent de eerste witpet die 65 wordt. Dat is toch wel weer een heugelijk feit in onze roemrijke geschiedenis. Het had echter ook anders met jou kunnen aflopen. Ik sta hier bij Café Het Hoekje, de kruising Pimelastraat, Gammelkastraat en de Hyacinthstraat. En in juni 1980 is hier een ernstig ongeluk gebeurd. Wij waren op vakantie met een aantal witpetten in Italië, de EK 1980. Kregen wij het bericht dat jij van de fiets was gevallen, dat je ongeluk had gehad. Sterker nog, je was tegen een auto aangereden. Je had een hele mooie zondag gehad. Een hele mooie zondag in de sfeer van lekker de stad in, een paar biertjes drinken. Op de zondagmiddag. Op de zondagavond nog maar een paar biertjes. En inmiddels was het maandagmorgen geworden. En toen had je nog niet genoeg gehad. Toen moest je nog weer een paar biertjes. En dan kwam je aanfietsen over de Hyacinthstraat. Tegen de auto, knalboom, daar lag je. Even later in de ambulance naar het ziekenhuis. Nou, gelukkig hebben ze daar aardig opgeknapt. Hè? Een tijdje later moest je je verantwoorden bij de rechter. En wat gebeurde daar? Je werd vrijgesproken. Vrijgesproken van alle feiten. En dat mede dankzij een aantal witpitten die op de witte tribune zaten. Hey. Je was blij als een kind. En na afloop van de rechtbank wilde je maar één ding. Kom op, je gaat de kroeg in. Nou, dat heb ik gedaan, biertje gedronken. En gelukkig is het met jou allemaal goed gekomen. Gefeliciteerd met je verjaardag en een fijne dag. Op virus Witsel. Voortgaan. Het is zover, 65 jaar, dat is klasse. Je ziet, dit is natuurlijk jouw grote kunst, 4 keer gewonnen, dat is natuurlijk geweldig. Maar,
afgelopen jaar was ik misschien een beetje geluk de winnaar. In ieder geval voor jou 65e jaar wens ik jou heel veel succes en geniet er samen met je gezin van. En volgend jaar gaan wij erom strijden wie of dan de juiste datum met de juiste winnaar geworden. Bedankt en veel plezier. En nog 180 op succes.